gepakt en weggelegd. Ik ben op YouTube. In Sint-Petersburg gebeurde dat afgaande op deze beelden met zachte hand. In Moskou ging het er soms brutaal en hard handig. In totaal zijn er vandaag over heel Rusland meer dan 300 mensen opgepakt. Het protest was kleinschalig, maar wijdverspreid over een 30-tal steden. Weet ik niet. Gewone Russen die het risico namen om hun sympathie voor Navalny te tonen. Zo. Intussen proberen familie en medestanders van Navalny niet te weten te komen over zijn overlijden gisteren in de strafkolonie van Garp. Zijn moeder kreeg daar vandaag te horen dat hij een plotse dood is gestorven, maar ook dat zijn lichaam intussen was overgebracht naar Salekart. Bij het mortuarium van Salekart stond ze voor een gesloten deur, dus trok ze verder naar het politiekantoor waar het lichaam wordt onderzocht. Ook daar is ze mee vertrokken, voor zover bekend, zonder het lichaam van haar zoon te kunnen zien. The body was taken by investigative committee. Ik zie jullie niet raar. They are conducting some sort of investigations with him. So right now we don't have access to the body and I'm not sure where it is. Hello. The main thing is that Alexei didn't die, he was murdered. Moment de oorlog in Oekraïne. Het Oekraïnse leger trekt zich volledig terug uit de stad Avdiivka. Avdiivka ligt in het oosten, dicht bij de veel grotere stad Donetsk, die al jaren in handen is van Rusland. President Zelensky van Oekraïne zegt dat zijn leger de stad Avdiivka verlaat omdat het te weinig munitie had en hij op de levens van zijn soldaten. Zo kan je niet schieten, hè? Avdiivka, stad in puin en nu in de Russen. Oh! Goed gedaan, joh. De dag werd de situatie moeilijker voor Oekraïners. Weet ik niet, ik doe niet zoveel live. De soldaten tot op het laatste moment proberen de stad te houden. Veel kijken. Als je wil, kan ik u als gast toevoegen. Wat als je spel speelt? Nee, ja. Oh. Ja. Wat moet dat dan verder? Ja. Nee, dat kan ik niet. Ik wil graag medicatie krijgen. Nee, ik geloof dus mijn noodmedicatie. Ja. Ik kan nog niet uw uitnodigen. Ja, dat is omdat ik niet weet wat doen, hè? Ja. Dat is niet waar. Het is niet omdat ik Nee. Ik kon niet anders pak het verplichting, hè? Also, nu snap ik het. Ja. Nee, komt de avond erbij. Maar het is toch nog maar even een week. Dus dat is graag. En ik kom morgen al naar u toe. Opa komt morgen al af naar u. Ja. Het is toch een beetje naar. Dat is geen goed systeem. Nee, dat is niet toch. Nee, ik kan dit niet uitnodigen. Ja, Ja, dat is zo niet, hè. Maar ze kennen het niet, hè. Je moet altijd maar het woord van de dokter. Ja, dat is... weet je wat? Ze zouden beter met een gesprek doen. Ja.
en eens vragen, vertel eens Evelien, wat is er fout? Hè? Dat scheelt het. In plaats van zoiets te zeggen. Nee, dat is niet oké hoor. Geen als gedaan hebben. Nee. Ja. Nu hoor ik me nog slechter, want dat is het dat je zegt. En heb je dan al medicatie gekregen? Ja. Maar, weet je wat, hij heeft dus ook een beetje meer. Zij pakt een watrasantje, zet dat op de blokjes. Ja. En probeert een beetje aan het plezant te denken. Zeg, en dan de voice gezien? Oh. Nee, nog niet. Oh, wel niet, dat kun je toch al doen, hè? Ja, maar ja. Hij zal vertellen van, oh nee, nog niet zeggen. Kom, laat het. Nee. Ja. Wie moet je iets zeggen dat beter is dan tegenhoofd ze? Denk, ja, even en denk, of zit een leuk liedje nog op je gsm? Probeer even aan iets leuks te denken. Je moet even denken aan de slechte dingen. Wat is er nu leuk? Woensdag is misschien wel al te leuk, hè? Probeer het te regelen. Wat bedoel je met een testa? Ja, hè? Nee. Ik kan u ook als moderator maken. En ik vind het ook dat je naar ons belt. Dat je de jaarvergadering doorhoudt. Dat is wel heel belangrijk dat wij u een beetje helpen. En een beetje rustig maken. Wie? Een beetje... laten denken aan leuke dingen. Niet altijd dat negatief. Het komt allemaal wel in orde. Het zal nog een beetje duren, stapje voor stapje. Dan gaan we daar nu wel op het goede pad. Ik maak een brug. Waar, hè? Maar kijk aan mijn noodpakket. Dat kan ik nu zo niet zeggen. Dat is niet schoon. Nee, dat mogen ze niet doen. Dat zijn mensen die je niet begrijpen. Ja. Zijn maar op voor de nou, goed. Ze zitten zomaar achter de droog. Ja, wat kunnen die nu? Ja, die weten niks. Ja, die hebben nu regels. Ja. Oh, die hebben nu regels. Maar dat moeten ze dan nog niet zeggen. Ja. Ik wil geen app zijn. Dat is niet simpel. Oh ja, dat is dat. Dat is zeker. Ja. En nu is het met de maan, wat is de maan? Ja. Alleen voor dat is uw maat. Ja. Ja. Ja, en niet ze niet vandaag. Nee, ja. Die was niet al gechanged. Nou, dan wist je, dat zal het zijn. Ja. Hij mist uw mannen wel, hè. Ja, zeker heeft dat toch niet verliefd op, hè. Ja. Nee, ja, van doet precies niet meer. Hij is een beetje oud, hè, voor u. Ja. Ja. Nou, gaat het al een beetje beter? Ja. Wie? Allee, ik heb een hele zak vol, hè, voor u. Oh. En een oogmasker. Dat ligt er al in, hè? Ja. Dat hebben we in de zak gestoken, hè? Ik heb dat wel op gehad, maar dat is niks, hè? Dat is gelijk een truffel zie je. Je krijgt het nieuwe opraad op. Ja, zeg. Je hebt het ook al omgelegd. Is dat vlager eigenlijk? Ja. Allee, is dat allemaal beter. En in de Milo nog steeds? Ook nog niet. Ja. Oei, nou Jezus, zeg, Bart zal die vertellen. Ja, maar dat weet je alles al. Ja. Je ziet wat je er allemaal kunt doen. Ja. Voordat je iets laat valt. Ja, maar... Zie je niet. Ja, je gaat een beetje moeten rusten, hè. Ja. Ja. Nou ja. Je hebt onder je dekentje. Kijk je nog in de tellen? Ik denk dat iets leuk. Ja. En dat was het. Wat doen we dan? Ja, dat is goed. En aan iets leuks denken, als dat niet lukt, dan moet het... Ik ga stoppen met spelen. Ja, maar dat heeft al gezien. Ik ga voor het met mijn nu te knap bezig zijn. Oh, ik dacht dat ze dat nog niet gezien. Ja. En als dat niet lukt, dan moet het... Dat doe ik ook altijd, beginnen tellen. En dan denk ik, ik kan tellen 5 minuten. En 5 minuten, dan moet het tellen tot 300. Dat is wel zo. Ja. Hoeveel is dat aan een seconde? Oh ja. Ja, ja, ja. Ja, dus dat komt door elk seconde. Ja, dat duurt heel lang. En zo wordt het rustig van. Probeer dan maar eens doen dat of zo. Want als ik kan slapen, dan denk ik, oei, hoe je nu maar in slaap kan vallen. En dan denk ik, ja, ik kan maar tellen hoeveel seconden
Ja. En dan ligt dat gewoon. De domme zijn zijn vrienden ook. Hè. Dat weet ik. Oh. Ja. Ja. Ik kan niet stoppen met de raak, maar je wil stoppen met de gamer. Oh, en de Willy, die weet je niet in het ziekenhuis. Omdat je... Ja, ik heb die vandaag gaan bezoeken. Ja, nog wel met mijn YouTube-kanaal bezig. Als, ja, dat is ook zo. Dat is ook niet zo. Ik slik meer. Maar omdat de man eruit mag komen, dat weten we nog niet. Morgen ga ik terugkomen, dag. Dat is ook kunnen stappen terug, hè. Als ze niet kan stappen, kan hem thuis niet doen. Hè. Ja. Weet je wat? Dat zou een thuisverpleging doen. Ik heb dat niet doen. Mm-hmm. Ik moet de kousen aan doen. Ik wil wel een webbedeeg die nu wachten. Ik moet dat wel doen. Ik moet dat wel doen. Want Thomas moet dat doen. Maar ik denk dat ik nu niet veel dagen niet meer wil leven. Ik wil een tijd gezorgd over een computer. Je weet wat de computer moet ik ook. Ik kan dat wel leren, zal ik zeggen. Ja. En de PlayStation? De PlayStation, ja. Ja. Ik kan de wielen leren schieten. Ja. Maar, ja, probeer het nou weer, Oh, maar jij bedenkt, ik kijk aan te wachten. Fortnite. Fortnite? Ja. Amai. Oh, manneke. Ik ben een schieter nog. Ja, een rode schieter. Oh, ho, ho. Ja. En dan